Jullie zien het. We zitten hier bij samen. Bij weer op het restaurant samen. Ja. En Roos zou even een wijntje aan het halen komen. Waarom anders? Ja. Maar hoe vond jij hoe onze bandenwissel ging net? Ging hou. Nee, vertel. Van het ging hou. En een update. Ik heb drie injecties gehad. Roos heeft even foto's gemaakt. Ik zal het even bijvoegen. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer vrijdag, 29 april 2022. Het is nu 12:30 in de middag. Ja! Ik heb mama al aan de telefoon gehad. Ik heb Roma al aan de telefoon gehad. Het is nu 12:30 en Rodi komt rond 2:00. Daarna gaan we de hondjes doen en daarna gaan we op pad. Dus, wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, even lekker lopen met Lady. Ja, helemaal goed. En ik moet ook even omdenken om muziek. Want hiernaast zit dus een school. En dan zijn ze nu muziek aan het draaien. Dus ja, ik ga verder met Lady. Zo, ik zit weer in de auto. Te wachten op Ro. Want Ro is even namelijk aan het lopen met het hondje van mijn schuin onderbuurvrouwtje. En daar de dochter weer van, man. Want die heeft het hondje, maar Bobby is dus nu even bij haar. En we gaan zo meteen eventjes een proefrit maken met een Seat Mi Electric of zo. Gewoon elektrisch. Dat wou Ro graag, dus want Ro die wil een andere auto in plaats deze. En dat is ook begrijpelijk. Want deze kan ook echt gewoon niet meer eigenlijk. Nee. Dus we gaan eens even kijken of dat wat wordt. En als dat wat wordt, en dan wordt het echt gewoon Ro zijn auto. Echt Ro en zijn autootje. Dus ja. Yeah. Ik hoop het wel dat het iets wordt, want dan is Ro weer blij, want dan heeft hij weer een Seat. Want Ro is echt, en is ook echt gewoon een Seat-fan. Dus nou ja, en ik ben weer een Audi-fan. Maar Seat en Audi en BMW, jouw hoor mijn. Ik moet even gaan opzoeken, maar sowieso Audi, Seat en een Lamborghini. Hebben allemaal dezelfde motoren. Dus, nou ja. Hè? Nou ja, niet dezelfde motoren. Dat lijkt me een beetje sterk. Maar het wordt wel in dezelfde fabriek gemaakt. Dus ja, deels is het allemaal bijna van hetzelfde. Dus ja. Maar geef mij maar een Audi. Allemaal Olympische Spelen, zeg maar. Ja, dat vind ik leuk. Ja, vind ik gewoon leuk. Ja, vind ik grappig. Jij ook? Ja, nou, ik wel. Ja. Ja, bel ik dus net even Ro op om te vragen waar die ongeveer loopt. En met Bobby. Ja, loop daar. Oké. Ja, want dan kan ik weer wat ophalen voor je. Want dat was ik vergeten. Ja, dus en dat loopt niet weg. Ja, maar ik ben er nou. Ja, is goed joh. Prima. Ik zie je zo wel weer. Ja, toch? Ja, dus ik denk nog ongeveer 5A. Nou ja, hij was... Nou, ik ken Ro en Roos en zijn tempo. Dus dat is ongeveer, denk ik nu nog ongeveer 10 minuten. Dat is nou 4:10. Dus ik ga eens even kijken hoe lang hij erover gaat doen. Dus dat horen jullie zo meteen wel van. Maar het is nu echt 4:10. Dus we gaan het meemaken of hij inderdaad zo meteen hier 4:20 is. Ja. Zo, nou ik kan wel zeggen dat de schrik er toch wel een beetje in zit. Ja, niet echt de schrik, maar we hadden dit niet te verwachten. Nee, niet te verwachten. Nee, want we gingen dus weg. Want ik had jullie dus gezegd dat we dus eventjes een proefrit zouden maken. Maar dat gaan we dus morgen doen. Want ons hoofd die staat er dus nou niet na. En, wat ik dus net al zeg. We reden dus weg. En we zijn nog niet eens de wijk eigenlijk uit. En een keer, dus Arro, lekker band. Dus Arro die pakt nu ook heel voorzichtig de bocht. Vind ik heel fijn. We staan daar al in de file. Ja, we staan hier al in de file. Kijk maar, daar staat het vast. Gewoon tussen douwers om te ergens. Nee, maar het was aan de roze kant, dus een lekker band. Dus we hebben een bandje lopen wisselen, zeg maar. Dus ja, kunnen we niet binnendoor? Had gekund.
Had gekund. Ja, maar jij wilde hier. Ja, nou ja, geeft niet. We komen er toch wel. Ja hoor, we komen er altijd. Kijk. Oh, zo, een hele mooie afstand met die Scania. En die doet dat goed. Kijk, er staat een vrachtwaggel. Ergens, nou niet staat, maar... Kijk, nu zien jullie hem. Die ligt... Ja, daar, ah! Nou, dan moet je inderdaad die kant op hier tussen, hier tussen, hier tussen, hier tussen. En dan naar Voorburg en dan andersom rijden. Binnendoor. Ja, hieraf. Ja, knippen liggen aan. Ja, en nou ga ik even mee opletten, jongens. Echt waar. Nou, mevrouw had ook wel een beetje vriendelijke... Ja, je mag. Dankjewel met je Opel. Helemaal goed. Waarschijnlijk een ongeluk gebeurd, maar dat weten we niet. Ik ga het ook niet filmen. Maar we gaan even anders omrijden, want we gaan eigenlijk dus nu uit eten. Dat is de planning. Normaal is het een kwartiertje rijden, maar dus nu even niet. Maar ja, we komen er altijd wel, want dat is gewoon op deze ring. Ik weet overal hoe je hier moet rijden, dus daar zou ik denk ik heel blij mee, zeg maar. Dat ik dus weet hoe je hier dus moet rijden, denk ik hoor. Maar ik ga het nou ook niet aan Ro vragen, want ik ben ook gelijk aan het opletten wat jullie denk ik wel merken. Nou, ik ga ook even mee opletten, jongens. Komt goed. En nu is het een keertje bij daglicht, maar wel 's avonds. Ja, hele mooie dikke Audi, een hele mooie Range Rover. Zo hebben we ook nog een Audi, Seat Leon. Ja joh, je hebt te veel. Schandig.nl. Hé schat? Vast wel, zegt hij. Vast wel. Dus. Zo, handjes wassen, want ik ben een beetje vies, zeg maar. Ja. Hey. Hallo. Hij doet het niet. Hij doet het hier niet. Nou, dan ga ik even kijken of ik bij Ro wel wil. Ja, echt niet. Hm? Ja, deze wel. Oké, kijk. Ergens doet het dat. Ergens. Nou, kijk, ik zie er echt niet uit. Echt gewoon niet. He? Ik wil jullie gewoon even goed neerzetten. Kijk. Even mijn handjes schoonmaken. Jongens, echt, dat ziet er niet uit. Echt. En ik zie er ook zelf niet uit. Even lekker handjes wassen. Ja, en als je er kijkt, moet je kijken hoe vies. Eeuw. Jeetje, Nina. Echt lekker mijn handjes wassen hoor. Echt. Ik zie er zelf ook even niet uit, maar. Maakt niet uit. Kan maar wel. Kijk, en nou is hij aardig schoon. Zie je? Wat een verschil. Ja. Dit is gewoon zo fijn. Nou, dan hebben we hier nog mooie Dyson. Ja, dat is een mooie Dyson. Kijk, is een mooie Dyson. Ja, is een hele mooie Dyson. Kijk. Ja, kijk. En even mijn gezicht afdrogen. Lekker. Dan ga ik even kijken waar Ro is. Ja. Zo'n mooie wc. Yep. Dit is een hele grote badzaal. Even kijken waar Ro is. Ro, lief. Lief. Jullie zien het. We zitten weer bij samen. Bij Wereldrestaurant samen. Ja. En Ro is nou even een wijntje aan het halen voor me. Waarom anders, hè? Maar ik heb dus nu ook net met hem afgesproken. Stel, ik haal hem, mijn rijbewijs, fingers crossed. Deze krijg ik nooit voor elkaar. Zo, kijk, het verschil. Ik krijg deze nooit zo voor elkaar. Die gaat gewoon makkelijk, deze niet. Dat doet gewoon zeer. Kijk, deze hou ik
Ik krijg deze gewoon echt nooit zo goed voor elkaar als deze. Zo raar. Maar daarom zeg ik al, fingers crossed. Kijk. Jammer, ik schrok nog niet, hè? Jammer, hè? Kijk, dit noem ik nou een wijntje. Kijk, handpalm. Bijna even groot als mijn hand, zeg maar. Kijk, en dat bedoel ik dan, even groot als mijn hand. Mijn handpalm, die begint daar. Maar weet je wat raar is bij mij, schat? Misschien dat jij het kan verklaren. Deze vinger kan ik zo doen. Maar deze vinger, die krijg ik niet eens daar. Krijg je dat mee? Nee, ik krijg dat niet eens. Dat, en dat doet zeer in mijn... Nee. Dit wel. Maar deze krijg ik niet eens zo. Kijk, moet je opletten. Nee, maar ik bedoel gewoon met... Oh, nee, niet zo, maar gewoon dit. Schat, ik dit. Ook, ik krijg hem ook niet zo van elkaar. Ik krijg deze niet eromheen. Ik ook niet. Deze wel. Ja, zo raar. Maar Rode krijgt hem ook dus niet voor elkaar. Ja, of ik moet hem inderdaad een handje helpen. Maar je doet andersom. Je doet zo. Ik doe de middelvinger eroverheen. Ja, ik doe mijn wijsvinger over de middelvinger heen. Is dat andersom? Ja, maar ik doe dus namelijk en de middelvinger over de wijsvinger heen. Maar ik krijg deze dus niet voor elkaar. Nee, zo. Kijk. Ja, dan moet je even achter me staan, schat. Zo. Dan gaat het zo. Ja, maar dan krijg ik niet hier. Ja, dan moet hij lachen hoor. Moet hij lachen. Nee, maar even schat. Kijk, maar dat zeg ik. Ik krijg dit wel gewoon voor elkaar. En dit, ik krijg hem niet eens verder. Of ik moet hem helpen, maar dan gaat het hier zeer doen. Ja, maar hier. Ik krijg dit gewoon zo. En zo. Wie krijgt dit nog meer voor elkaar? Dit. Maar daar is ik al. Met deze hand moet ik helpen. En dan als ik verder ga douwen. Dan gaat het dus in deze hand dus pijn doen. Zo? Kijk, moet je kijken hoe en wat het verschil dat is. Ja, heel goed. Hè? Zo? Of zo? Ja, nou dat, en dat krijg ik niet eens voor elkaar dit. Hier. Want Rodi doet dan zo, ja, maar dan zo, krijg ik... Okay. Opletten. Even niet zo snel. Even iets lager. Je hoofd er even op. Ja? Nee, maar dan zeg ik, dit is nou een lekker wijntje en dan niet tot daar, nee. Het liefst heb ik nog meer volle, maar oké. Het is maar net wie hier staat. Ja. Maar ik heb hier dus nog even zo'n lekker bordje met dit. Kijk, oeh, lekker. Maar dat zei ik ook net al tegen Rob, want dit is er voor de bij. Die kan er bovenop, onderop, vind ik ook helemaal goed. Zei ik niet, vent, ja? Zei ik niet zo. Heb ik deze en die gaat nu even lekker in mijn mond douwen. En ik zie jullie zo meteen alweer. Dubbel afwas, dus dat is toch leuk? Waarom niet gewoon een beetje half vol laten? Waarom niet? Dat is niet handig. Ja, en nou klopt die wel, hè? Want als ik deze doe, dan klopt het. Nee, maar nu klopt die wel. Doe ik het zo. Beneden denk ik. Oh, niet. Jammer. Bemoeien we weer ergens mee waar ik niet mee moet bemoeien. Zoals altijd. Dat is de invalide toilet. Waarom gaan mensen eigenlijk altijd naar de invalide toilet? Dat ze niet kunnen zien waarschijnlijk. Dat het invalide toilet is. Dus zijn ze invalide. Wauw. Hij is leeg hoor, schat. Hij is leeg. Trup. Nou. Oké, dat nog een keertje doen? Dan zit jij weer te morsen. Nee, maar dat nou. Nee, eventjes in beeld. Nou. Even beter. Nou. Beter. Nou. Beter. Nou. Beter. Beter. Beter de hypotheken. Dat is een invalide toilet. Ja, beneden is toilet. Ja, is hij leeg, schat? Nee, kom niet leeg. Nee. Hé, wacht. Kijk hier. Prutjes. Proost. Nee, kijk. Nee, pak dan je chocomel. Ja. Pak je chocomel. Nee. Idioot. Nee, pak de chocomel. Nee, die andere, in die glas. In het glas. Ja. Dan wordt ze op mijn vingers zo nat van, die chocomel pakken.
beter pak vast, gewoon beter je vast, glas. Vast, ja. Waar de chocomel in zit. Cheers. Pas, stuk. Was het maar zo geweest. Ja, ik weet, je vrouw spoort niet helemaal, maar oké. Het is de NS ook niet. Niet? Nee. Maar ik ga wel donderdag en met de NS. Ja, dan spoor je weer wel. En met de fiets mee. Waar ik al heel erg tegen op kijk. Met de fiets over het spoor, mag dat? Ja, en dan wel. Maar waar ik wel al heel erg tegen op kijk. Kun je mij dan tussendoor even iets meer input geven van hoe ik me moet gedragen? Nou ja, gewoon rustig, maar... Rustig! Gewoon tranquilo. Ja. Misschien wel tram 2 kilo. Ja. Oh. Ja. En dan gewoon een treintje met fietsje. Ja. Conducteur vriendelijk gedag zeggen. Ja. En dan weer uitstappen bij je uitstappen. Ja, maar ik met moet waarschijnlijk één of twee keer uitstappen. Ja. Dan moet je ook weer instappen in de volgende trein, niet dezelfde trein. Dat zit niet op. Nee, maar dat en maar dat en maar dat is dus namelijk een stressniveau. Dan ga ik het hier niet tot hier, maar... Ik ga kijken welke stations je uit moet stappen en welke je in moet stappen. Ja, goed voor je. Ja. En welke je moet overstappen. Dat zou zeggen dat je één trein uitgaat, de andere trein in. Misschien wel hetzelfde perron, misschien wel een ander perron. Ja, dat weten we nooit. Ik denk dat je de Amsterdam moet overstappen. Maar ja, mensen, ik ga nog deze even een beetje half drinken en dan gaan we nog even een rondje doorlopen, denk ik. Rondje lopen in het vier. Hoe, wat? Een vierkant rondje lopen. Hebben we nooit. Zult je. Ja, goed hè. Dat is je, hè. Maar hoe vond jij hoe en hoe onze bandenwissel ging net? Tinghal. Nee, even vertel. Van het Tinghal. Nou, schat. Dat is je, hè. Wij moesten onze voorband wisselen. Voorband. Aan jouw kant. Ja, mijn kant. Linksvoor. Elf. Vertel, hoe en hoe ging dat? Hoe? Het wisselen ging gewoon heel snel. Ja, maar oké, we gingen weg. We gingen weg. Ja. En toen gingen we weg, toen gingen we rijden. En toen was het beetje zo... Ja, en toen gingen we samen kijken. Ja, dan denk ik dus een lekker linker voorband te zijn. Ja, heel raar. Ja. Van helemaal leeg. Dus het rijdt ook een stuk moeilijker. Nee, joh, je meent het. Dus hebben we langs de kant gezet. Nou, je kan niet wisselen, want er komt wel een verkeer langs. Ja. Zijn we in een parkeerterreintje opgegaan. Heel veilig. Heel voorzichtig rijden. En met mijn expertise om dus mensen tot stilte te manen. Ja. Right. Expertise, zag ik dat goed? Ja, hè? Expert. Easy. En nu nog wel. Expert easy. Ja, oké, okay, maar vertel. Ja? We hebben daar de band gewisseld. En de nieuwe band erop gezet. En toen bleek dat de nieuwe band... Dat je leeg was. Hij leek hard, maar... Ja, hij leek hard, maar dat was het niet. Nee. Het was 1,2 of zoiets. Nog niet eens. Was er heel leeg, ja. 1,2. Bijna de helft. Nee. Bijna luchtdruk, zeg maar. Ja. Nou, het kaartje staat aan, mensen. Zoals jullie kunnen zien. En ik zit nog aan de wijn. En Rodi mag zo meteen weer een dubbele wijn halen. Cheers. Ga jij maar lekker kaasje drinken, schat. Helemaal kaasje goed. Kaasje eten drinken, ja, ja. Lekker vlam in de pan. Dat wil je graag, ja. Dankjewel. Ja, daar zijn we weer in het ziekenhuis. Jij ligt er weer bij met pijnpunten. Dus dat is handig. Dus gaat niet echt goed.
helaas. Licht doet pijn. Alles is zwaar. Arts komt zo, gelukkig, hoop ik. Dus dan gaan we zo weer verder. Toch? Het is er nu, hoe laat? Hoe laat is het nu? Nu iets over 9. Check even. 21.04. Dus dat. Ja, en nu ben ik weer buiten. Even een update. Ik heb nu weer 3 injecties gehad. Rodi heeft even foto's gemaakt. Ik zal hem ook even bijvoegen. En ik liep bijna net naar buiten. Toen zei de centralist, die dus daar zat. Van, joh, dit is een groot verschil. Ik zei, ja, maar dat is dus namelijk buikwand pijnsyndroom. Zo zeggen ze, dat is een wereld van verschil. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb het eenmaal. Moet het mij leren leven tot nu toe. Dat doe ik ook. Dus ik ga nu naar de auto. Roos ook kaartje halen. Dus ja, dus dat. Zo mensen, ja, vanaf het uit eten in één keer bij het ziekenhuis vandaan. Want ja, zoals jullie weten heb ik een buikwand pijnsyndroom. Dat is dus namelijk acne, zoals jullie weten. Dus er lopen nu weer 2 vlogs door elkaar heen. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Geeft helemaal niet. Roos namelijk eventjes kaartje halen. Ik ben via de andere kant omgegaan. Roos waarschijnlijk weer wat trager. Zoals dan wat ik ben. Maar dat maakt niet uit. Ik ga lekker naar de auto. Ik weet waar die staat. Het is nu 9:30. Ik ga nu richting huis, hoop ik toch, denk ik. Of Ro dan eventjes de hondjes wil doen, want ik heb echt pijn gehad. Kijk, Ro en Rodi staan er nog binnen. Die lopen al buiten. Ik kan weer lachen. Kon ik net niet. Nee, ik kon net niet lachen, maar ik weet wel waar de auto staat, dus dat scheelt. Dan moet ik er overheen wedden. Omhoog of niet. Mag wel. Ro! Lief! Ben er al. Even laten horen dat ik er ben. Lijkt me ook wel handig dat hij het al weet. Maar net kon ik niet eens lopen, maar ik voel me nog wel lood in mijn poten, zeg maar. Lood echt in mijn poten. Ik ben nog wel snel buiten adem. En ik ben gewoon moe. Ik denk als ik zo meteen mijn best zie, dat ik zo meteen slaap. Kijk, Ro die komt eraan, maar ik heb ook al mijn autosleutels bij me. Erg handig. Dus ja, we gaan nu echt lekker naar huis, want Ro die moet ook weer vroeg uit. Ik ben blij dat Suzanne er was, dat zij mij eerder heeft gezien. Suzanne, dankjewel Suzanne. Dankjewel meis, voor je snelle hulp. Want dat was de arts die mij namelijk lidocaïne heeft gegeven. Ja. Maar ja. Als je een lekker band hebt en je moet het even wisselen, ja, knop op 0 en help hem maar. Ja, en dan laat ik het niet Ro alleen doen. Zo ben ik dan ook weer niet. Maar de pijn die kwam zo heftig naar boven. Zo heftig dat ik het gewoon echt niet meer kon. Dus ja, ik heb gewoon Ro even geholpen. Ja, en dat is gewoon wel eventjes weer een ritje ziekenhuis. Die lidocaïne laten spuiten. Nou, en nou kan ik weer lekker lopen. Want net kon ik het echt gewoon niet. Wat is dat lopen bij mij op dat moment? Ik kan nu wel lachen, maar op dat moment. Ja, dan gaat het gewoon niet. Echt niet, sorry. Ja, dat is namelijk Agnes. Ja. Daar ook niks. Maar weet je wat ik leuk vind? Zulke kleine huisjes. Lekker smal, maar wel leuk. Ja. Gewoon even iets, weet ik niet. Kijk, Ro die loopt achter me. Kijk, daar loopt hij. Kijk hem al openen. Kijk, en we hebben dus namelijk een thuiskomertje. Kijk, die daar. Deze. Ja, hij is gehad. Lekker naar huis, even Alex nog vragen. Hè? En dan... Duik ik zo meteen mijn bed in. Lijkt me een hele goede rust. Dat zei die vrouw ook al bij de balie. Van, mag ik jou een advies geven? Want je ziet er nu heel erg moe uit.
Ik ga thuis lekker naar bed. Was ik ook wel van plan. Beetje donker. Die doet het niet meer. Stuk. Nou! Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zeg ik zoals altijd, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe video.